De controle op naleving van de COVID-19-maatregelen staat nog steeds overeind. Om deze controle op een snelle en effectieve manier te laten geschieden, is onder meer het Quick Response Team in het leven geroepen. Dit team opereert via de Quick Response Units die in de verschillende districten worden ingesteld. Inspecteur Rachel Deekman van het COVID-19-coördinatieteam binnen het Korps Politie Suriname laat in gesprek met de Communicatiedienst Suriname de afgelopen periode de revue passeren. Voor wat betreft een update betreffende de COVID-19-maatregelen zal ik moeten verwijzen naar de laatste maatregelen die door de president van de Republiek Suriname zijn uitgesproken. En die maatregelen staan nog steeds overeind. Ik mag u voor wat betreft de controlewerkzaamheden aangeven dat de controle nog steeds doorgaat. De politie voert nog steeds controle uit. In een paar maanden terug hebben wij controle op lockdown overtreders gehad. Daar lag dus de focus op. Maar met het in het leven roepen van de quick response teams heeft de controle zich verder verspreid of zeg maar verder gericht op niet alleen de lockdown overtreders, maar ook op de andersoortige overtredingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het niet ophebben van een mondneuskapje. Ik denk verder aan de grote groepen bij elkaar in de vorm van feestjes. En het niet onderhouden van de onderlinge afstand. Dus met het in het leven roepen van de quick response teams in de verschillende districten heeft die controle zich uitgebreid. In de afgelopen periode is gebleken, vooral in Paramaribo, dat het quick response team heeft moeten optreden tegen vooral voetballende jongens. Naast de voetballende jongens hebben we ook nog meldingen gehad van feestjes waar we hebben mogen optreden. Dat is onverkort. Als gedurende het lockdownuur er overtredingen zijn, zullen die overtreders nog altijd worden overgebracht naar de politieacademie. Ik mag u aangeven dat de wetgeving in place is, de boetelijst eveneens. Dus als we zijn overgestapt, die wetgeving is in place, de boetelijst is ook al in orde. Dus we zijn in de uitvoering. Als ik het zie, nee, ik zie het niet, ik. Ik mag dan wel aangeven dat we geconfronteerd zijn geraakt met een pandemie. Het heeft ons als land, eigenlijk de wereld verrast, maar ook Suriname, en dan ook Suriname, verrast. Wij zijn een bepaald levenspatroon gewoon. En met de komst van het COVID-19-virus wordt van ons verwacht dat we een totaal ander levenspatroon gaan aannemen. Dus ik moet aangeven dat het voor de bevolking ook wennen is. De bevolking moet sowieso wennen aan het opheffen van neus en mondkap. De bevolking moet nu wennen aan dat ze niet meer dicht bij elkaar zijn, geen brassas meer geven. De bevolking moet eraan wennen dat ze met niet zoveel mensen meer in de bus kunnen zitten. Dat je niet meer vrij kan praten in de bus zoals voorheen. Dus dat alles zorgt voor eist gedragsverandering. In welke mate ze al dan niet gehoorzaam zijn aan die maatregelen die moeten leiden tot gedragsverandering. Daar zou ik geen uitspraak over doen. Ik denk dat we nog heel wat moeten aankijken voor wat betreft die ontwikkeling in de verandering van het gedrag.